Het Sabaku-project in Noord, dat krijgt er nu heel wat angels en staartjes erbij. Daar er nu toch wel verschillende namen zijn bekendgemaakt van wie er allemaal daar percelen heeft gehad. Het Sabaku-project is ontwikkeld in de periode van president Bouterse en vicepresident Ashwinadeen. We spraken over het Sabaku-project en alles nu daaromheen met parlementariër Melvin Bouva, die als volgt daarop reageerde. Natuurlijk, zorgelijk. En zorgwekkend in de zin dat het opnieuw is bewezen dat het karakter van sommige bestuurders niet één is welke is voor die samenleving, voor het volk, voor de mensen die het echt nodig hebben. Ik zeg altijd, politiek is een belangenspel waar je hebt het belang van de persoon zelf, het belang van de partij of een groep die je vertegenwoordigt, maar je hebt ook een nationaal algemeen belang. En voor sommige politici en bestuurders is het belang net in de volgorde, zoals ik het heb genoemd. Eerst het persoonlijk belang, Sami Kandugi Migi Nesmafmi. Deze regering is gekend en getekend voor het friends and family beleid. En dat is weer een bevestiging. Laat me zeggen, kijk, dit programma, dit project beter gezegd, is ontwikkeld inderdaad in de regeringsperiode Bouterse Adien, 2015-2020. Welke bedoeld is geweest om inderdaad die hoge nood Sardinas massa op one piece jari van Oera. Mensen hebben niet een geweldig mooi huis nodig en villa met zwembad en alles. Nee, geef ze een stukje grond en ze gaan bouwen. Daarvoor zijn deze projecten ontwikkeld. En ik wil bijna stampvoeten omdat ik mensen toen heb aangedrongen om er alles aan te doen om het project zo goed als mogelijk klaar te hebben. Om nog te verstrekken voor die periode. En dat wij de mensen daarvan kunnen voorzien. Eigenlijk bijna een beetje vermoeden dat als je regering gaat vormen met PL en ABOP zien we nu. Met de VAP erbij, want we zien ook een aantal namen daar. Dat het naar die personen zou gaan. En hetzelfde is gebeurd. En dat vind ik jammer. Ik verwijs terug naar onder andere het project Altona. Ik verwees terug naar het project Opleiding. Ik verwees terug naar het Hannaslus-project. Ik verwees terug naar een aantal verkavelingsprojecten die er zijn geweest. En laat me wel goed vooropstellen. Ook in die projecten zie je dat enkele prominente een terrein hebben gehad. Niet twee of drie, onder verschillende stichtingen namen. Maar als je de balans opmaakt, dan zijn het zeker 95% voesmassa ab van Oudu. In die lijst heb je geen enkele namen van parlementariërs gehoord van de coalitie of fractieleider van toen, naar een minister, naar stichtingen die gelinkt zijn aan de mensen. En daar kunnen we met trots naar kijken dat Sranaman Kisajari, soms zelf en vaak genoeg van andere partijen, waar misschien niet die verantwoordelijke daar, ja, maar naar NPS of maakt niet uit, wie is allemaal Oranje Tien en Tifi. Van mijn ouders aan de maap van Oudu, van mijn geren, van mijn groen. Laten we de mensen helpen. En dat is het tegenovergestelde van wat we nu zien. Dat heel erg zorgwekkend is. Mensen die nauwelijks de banken van de Nationale Assemblée hebben gevoeld, zitten al met 2 en 3 kavels, ja, op hun naam. Terwijl ook de wet zegt dat je maar recht hebt op 1. We zien stichtingen 3, 4, 5 keer op een lijst. En die lijst is ook intussen in onze macht, althans in mijn brievenbus. Dus daar kom ik, als het niet tijdig door de president wordt gestuurd naar het parlement, ga ik het hier aanbieden. Toen zie je 4 sensaties, maar de lijst hebben we al gezien van stichtingen die 4 en 5, ja, gronden hebben gehad, op verschillende namen, van prominenten. Dat is niet waarvoor het project is bedoeld. En ik denk dat de president, de regering, er alles aan moet doen om die show die zogenaamd is gehouden. Ik dacht twee dagen geleden in een persconferentie, ja, wij willen beleid voeren waar elke Surinamer recht op heeft. Meneer, dat is een show dat met de mond wordt beleden. Terwijl u dat zegt, verdeelt u minister grond aan allerlei coalitiemensen hier en aan hun verwanten en u doet daar verder niets mee. Vraagt de journalisme van het Jamanebo, moet er geen wet komen om dat aan te passen en dat te veranderen? We hebben geen wet nodig. We hebben moraal en ethiek in het parlement, moraal en ethiek in de politiek. En uit hoofde daarvan, ook binnen het bestuur, zou de president er goed aan doen
om deze zaak terug te draaien en inderdaad de zaak te laten verlopen. Voor mij denk ik papier aan Gona Desma. Zij wachten om een 5, 6, 15, 20 jaar. Ik ba. Dat is wat een goed bestuurder gaat moeten doen. En niet komen goed praten en mooi praten. Eigenlijk is het niet goed, maar de volgende keer gaan we het doen. Dan ben je niet serieus bezig. Maar ik heb de vraag al etelijke keren gesteld, heer Bouva. Wat zal er moeten gebeuren zodat toch een transparantie de wanneer het bij grondzaken aankomt in Suriname? Want het loopt steeds mis, merken we. We moeten die bakkeroepen weer roken daar toch. Om te weer ook, dan pot weer ook visadoro, dan pot weer ook tapakantoor op de sanitiek. Want het lijkt alsof er een bakkeroep daar is op het ministerie. Het lijkt alsof Casper daar ronddwarrelt en alles aan doet om dat ding op een bepaalde manier te verdoezelen voor andere mensen die het nodig hebben, maar steeds weer. Dus ik weet het niet. Ik denk dat de hele bedoeling is, kijk, wanneer je ook vals begint, zoals we dat ook zien hier van bepaalde leden die ja, eigenlijk een hele valse start maken, de man nauwelijks kon en moet beginnen verrekenen schrift naar Wallo Grong, anderen gaan op reis naar Gabon, zonder dat daartoe het parlement, dan heb ik het over de, ook een specifieke collega, allerlei dingen die worden gedaan, is een scheve schaatsreden, daarvoor ben je niet in de politiek. Zien we inderdaad dat ook het ministerie een valse start heeft gemaakt, en als je een valse start maakt, ben je bijna gegarandeerd dat Asan Nogo, want een ministerie in het leven roepen, toen in 2005, onder druk van de Partij Luhur, weggegeven door de president toen Venetiaan van de NPS, om PL te accommoderen, is een valse start. We aan of accommoderen. Een ministerie is bedoeld om mensen te dienen en ervoor te zorgen dat mensen grond krijgen. En het is eigenlijk jammer dat het zo gaat. Laat me terugverwijzen naar wel de periode 2010, 2015 vooral. Waar, en ik doe het nu even uit het hoofd, want ik weet dat ik dat heel goed in de campagne heb meegenomen. Want een van mijn werkgebieden en agendapunten, ik ben heel erg gefocust op een goede sociale agenda, politieke agenda voor die samenleving. Want we kunnen allerlei dingen goed proberen te doen. Mooi praten en mooi doen voor IMF en geweldig mooi cijfer krijgen van de mannetjes met hun koffertjes. Maar if je sociale agenda, asociale no boom, smana osos, smana jaris, smana magona na datras, smana magjanep chingwa skoro, er is geen water, geen licht, jeugd, actie pipotmi, sport, accommodatie no de, dan kunnen we de tent sluiten. Dus ik vind dat een sociale paragraaf net zo sterk moet zijn als de paragraaf om jouw productie, jouw economie op zekere pijl te houden. Dus als ik daarin teruggreep, weet ik dat in de periode 2010-2015 volgens mij het hoogste aantal grondbeschikkingen zijn uitgegeven. Ja, onder andere onder aanvoering van de toenmalige minister Steven Reilly-Veld en de anderen die daarvoor eventueel ook daarna in de periode 15-20 hebben gediend. En het is ons gelukkig op één incident na met de gewezen minister, haar naam ben ik vergeten, is het geweest dat wij toch hebben gezien dat Furusma, Finjepi en Kies Den Grom Papira, ik sprak over Altona, alleen heb ik hier tot meerdere malen toegevraagd, minister, ga je show spelen met Altona om de dingen op een gang te laten. Ongeveer 2000 mensen hebben daar een kavel gehad, vooral jonge mensen ook. Kiesma, ze hebben een bereidsverklaring gehad, geef ze een beschikking. Ga dat ding niet dokken dat het vervalt en dat je weer aan je mensen kan gaan geven. Geef de Surinamers hun grond. En ik hoop dat dit gaat niet zo blijven, dat kan ik u nu op een papiertje geven. Wij volgen de verrichtingen heel scherp. We lukken als president tot aan president Pramissie. Hij gaat de minister vragen om te rapporteren, alle documentatie te sturen. Dat moet hij naar het parlement sturen. Wij hebben ook een dossier, dus dat gaan we met je, zoals ik heb gedaan in de case van Blauwemeer. Dat gaan we met je, wat geef jij me als regering, wat krijg ik in mijn brievenbus, wat krijg ik van de mensen die daar meer over weten. En van een match gaan we deze zaak natuurlijk voortbrengen en ervoor zorgen dat er niet alleen maar wordt geëist aan politieke druk, maar dat die samenleving ook haar mond openmaken om op te komen en te eisen. Want soms lijkt het alsof
Una vakbeweging. Het lijkt alsof we geen groepen hebben van personen die kunnen praten. We praten alleen op Facebook. Of moet alleen Bouva hier zijn mond openmaken of een paar mensen wat doen. Oppositie, we moeten dat doen voor en namens jou. We zijn wel volksvertegenwoordiger. Ja, waar we ook staan, links of rechts van deze zaal. Maar samen gaan we ook toe. Dus zorg dat je belang zit. Maak de man zijn potje takje. En dat gaan we doen. En kan op me rekenen. Maar maak ook je mond open. Kom ook op voor jouw belang. Eis ook dat dit niet kan. En dat dit terug gedraaid moet worden. En wanneer dat is gedaan, ongeacht, gaan we de zaak voorleggen ook om nader te onderzoeken. En mogelijk ook justitie te laten onderzoeken.